Ons wrak van de weg werd in 1974 gebouwd en heeft 170 of 270 of misschien wel 370.000 kilometer gereden. Zo precies wist de eigenaar dat ook allemaal niet meer. Die eigenaar, notabene een voormalig beroepschauffeur, had nog geen oproep gekregen voor de verplichte periodieke autokeuring. Hij dacht dat daarom zijn auto nog wel in goede staat verkeerde. Maar de politie dacht er anders over. Deze auto is aangehouden door een tweetal collega's uit Zuid-Laren. Die hebben gezien dat de achterkant van deze auto, dus rechtsachter, beduidend lager ging dan linksachter. Ja, je ziet ook dat de klep van de kofferbak, die wijkt ook hier bij het spatbord, hè? En dat is aan de andere kant niet het geval. Ja, hij is uit zijn verband, dat is duidelijk. Hier is dat duidelijk te zien. Als we dit weghalen, is het nog duidelijker zichtbaar. We kunnen zien dat hier een hele scheur is ontstaan. Door die, dat die ontzet is uiteraard. Gaan we eens naar dat portier kijken. Past dat ook niet meer, hè? Past dat ook helemaal niet meer. Hoe komt dat nou, dat die ene kant zoveel zwaarder naar beneden hangt dan de andere kant? Dat heeft natuurlijk een oorzaak. Kunnen we hier niet bekijken. Zullen we hem even op de brug moeten zetten. En dan zien we dat deze auto een zelfdragende carrosserie heeft. En aan de achterzijde is voorzien van deze dwarsbalk. Mogelijk, als we vanuit een ander standpunt de zaak bekijken, dat het dan goed zichtbaar wordt dat die dwarsbalk rechtsachter helemaal is afgebroken en doorgeroest. Als ons wrak zo aan de achterkant is doorgeroest, dan mag je verwachten dat het ook wel een beetje aan de voorkant slecht zal zijn, hè? Zullen we even kijken? We doen het portier open. En dan kunnen we al heel snel zien dat er een enorm gat zit in de vloer. Een gat waar het been makkelijk doorheen kan. We zien ook dat deze chassiskoker helemaal is weggerot. Zelfs de accu wordt goed zichtbaar. De accu staat op een plaat die ook is weggezakt. Dit is de remleiding. Is spontaan afgebroken. U ziet de vloeistof die druppelt eruit. Als er geremd gaat worden, dan spuit de vloeistof eruit. En dat betekent dan weer dat de auto aan de achterkant natuurlijk niet beremd kan worden. De remweg van deze auto wordt daardoor aanmerkelijk verlengd, omdat er natuurlijk alleen nog maar met de voorwielen geremd kan worden. Als hij nou geweten had dat hij zo slecht was, dan had ik hem ook eerder afgeschaft. Maar dat wist ik niet. Want het is natuurlijk toch wel gevaarlijk geweest, hè, dat u in die auto hebt gereden. Zowel voor u als voor uw medeweggebruikers. Ja, en tot zover. Hij was geknikt van achter natuurlijk, maar hij brak daar direct nog niet meer aan door. Nee, maar die remmen. Ja, nou, hij remde natuurlijk half, hè. Alleen op de voorwielen. En dat is gevaarlijk, hè? Dat is natuurlijk wel gevaarlijk, ja, dat is ook zo. Maar toch, dat vernam hij niet, hè. Gewoon onder het rijden heb ik dat nooit vernomen. Dat bijvoorbeeld die achterremmen kapot waren. Heb ik nooit gehoord. Of niks ervan. Maar toch, nou, auto, die rijd ik door en de raad toe, daar rijd ik hem af. En het is natuurlijk logisch, als je een ongeval krijgt met deze auto, dat de accu dan losraakt. Er treedt vonkvorming op. Bij een accu in de buurt hebben we altijd knalgas, zodat er heel eenvoudig een brandje ontstaat. Jan, wat u zei van die brand, dat is gebeurd, hè? Wat nu? Rij voor de sloop. Die zien we nooit meer terug.